Ladies, tijd voor een nieuwe maandag motivatievideo. En vandaag vielen er ook een aantal dingen op zijn plek. Ik had een paar gesprekken met dames uit deze community. En vanochtend het bericht van Sandra, wat zij plaatste, dat ze zichzelf onder haar kont had getrapt en dat er nu weer een kilo af was. De 1-op-1 coaching die ik nu doe, die heel goed verloopt, waarbij echt goede resultaten worden behaald. En in combinatie nog met een podcast die ik vanochtend luisterde, dacht ik van oké, hier gaan we het over hebben vandaag. Ik merk op dit moment dat er door meerdere mensen situaties, externe situaties, worden aangegrepen om als excuus te gebruiken om maar niet voldoende met je gewicht bezig te zijn. Dus om een reden te hebben waarom het niet lukt. En op zich is dat mensen eigen om zo met situaties om te gaan. En ik zal eerst even bespreken wat ik in die podcast heb gehoord en hoe alles dan samenkomt. En dat wil ik als les meegeven vandaag en ook eventjes als motivatie en aanzetten tot actie. Dat ik dat daarmee creëer. Op het moment dat jij voelt dat er iets is, een externe situatie, een challenge, zoals ze dat in die Engelse podcast zeiden. Dat kan stress zijn, door wat voor reden dan ook. En meestal is stress de boosdoener. Dat we ons druk maken, dat de werksituatie, een privésituatie, kinderen. Of we hebben het druk, maar dat komt ook weer neer op te veel stress. Waardoor het gewoon niet lukt om daar voldoende met onszelf bezig te zijn. En waardoor dat gewicht maar niet zakt. En ook als je zegt van ik heb te weinig tijd om ermee bezig te zijn. Wie hou je dan voor de gek? Waarom heb je te weinig tijd? Ja, misschien is dat heel hard, maar dan denk ik, je geeft het echt te weinig prioriteit. Dat is oké, dat is een keuze, maar verwacht dan niet dat je kunt afvallen. En zeg ook niet, het komt zo alweer. Natuurlijk kan dat, maar kijk, ook in lastige situaties zul je het voor elkaar moeten krijgen. Haak dan niet af, maar zie het als een extra uitdaging om het voor elkaar te krijgen. Dat vind ik een hele belangrijke. Natuurlijk kun je begrip opbrengen voor jezelf op het moment dat bepaalde externe situaties het je wat moeilijker maken. Maar gebruik het niet als excuus om te zeggen, dit speelt nu, dus ik kan niet aan mezelf werken. Nee, dat is bullshit. Dat is bullshit. Als je dat doet, dan ga je dat in de toekomst ook doen. En het is juist in zo'n situatie superkrachtig op het moment dat jij verantwoordelijkheid neemt voor je situatie. En het juist wel aangaat en jezelf laat zien dat je het samen kunt. He, dat beide samen kan gaan. En wat heel duidelijk in die podcast werd benoemd, waren twee dingen. Op het moment dat jij in een bepaalde externe situatie zit waarvan jij voelt, hierdoor kan ik mijn doelen niet behalen. Er zijn nog twee dingen die je moet doen. En één is, controleer wat je kunt controleren en laat los waar je geen controle over hebt. En ik heb net nog een heel interessant gesprek daarover gehad met Sophie. Ook dat kwam eventjes samen. Zal ik verder niet over uitweiden waar dat over ging. Maar dat had ook met een situatie, externe situatie te maken waarbij meerdere personen betrokken waren. En toen vroeg ik aan Sophie, over welk stuk heb jij controle en wat niet? Nou, hetgene waar je controle over hebt, dat ga je controleren. Daar ga je voor jezelf het beste van maken. En hetgene waar je geen controle over hebt, dat laat je los. En dat komt dan ook altijd goed. Het heeft geen zin om je daar druk over te maken. Het is wat het is. De situatie wordt niet slechter, wordt niet beter op het moment dat jij daar je druk over maakt. Want je hebt er geen controle over. Dus laat los. Maar daarentegen, hetgene waar je wel controle over hebt, daar ga je het beste van maken. En over het algemeen is dat, als het gaat over een lastige situatie, is dat, hoe ga ik hier nu mee om? Daar heb jij volledige controle over. En dan verwacht van jezelf dat je die controle ook neemt. Want daar groei je van. Daar leer je van, daar krijg je meer zelfvertrouwen van. En daardoor creëer je ook dat op het moment dat dat nu lukt, dat je daar de volgende keer makkelijker en sneller mee omgaat. En dat dan sneller leidt tot een positief resultaat. Oké, dat is dus één. Controleer wat je kunt controleren. Laat los wat je niet kunt controleren. Twee is, neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen stukje in die vervelende situatie. Vaak zijn we geneigd op het moment dat externe situaties zich voordoen om in de slachtofferrol te kruipen. Dit wordt ons aangedaan. Hè? Werksituatie, kinderen, privé, partner, noem maar op, maakt niet uit. Dit wordt ons aangedaan. En natuurlijk zijn er situaties, hè, waar je echt bijvoorbeeld echt extreme ziekte, noem maar op. En ik zal echt niet zeggen dat dat zo zwart-wit is. Maar over het algemeen zit er in elke negatieve situatie voor jou een stukje
wat jij kunt controleren en waar jij een aandeel in hebt. Waar je een bepaalde keuze in hebt. Neem die verantwoordelijkheid. Al is het op een manier waarop jij met de situatie omgaat. Maar neem de verantwoordelijkheid die je kunt nemen en kruip uit die fucking slachtofferrol. Want die slachtofferrol die zorgt ervoor dat jij jezelf zielig vindt en dat dit nu speelt. En dat jij jezelf wijsmaakt dat je dus daardoor niet kunt afvallen. Bullshit, bullshit, bullshit. En uiteindelijk, misschien op een korte termijn, levert het je op dat je het weg kunt duwen. En dat je het voor jezelf goed kunt praten en dat je het als excuus kunt gebruiken. Maar op een lange termijn komt het toch terug. Want het zorgt ervoor dat je nu en in die shit zit. En zometeen op een lange termijn ben je nog steeds met je gewicht aan het worstelen. Want je duwt het wel weg, maar het probleem lost zich echt niet op. Dus je duwt het van je af, maar nogmaals, het wordt er niet beter door. Alleen op korte termijn is het inderdaad zo dat jij dan voelt dat het even een lastenverlichting is. Of dat je er even niet mee hoeft te dealen. Maar op een lange termijn heb je er meer last van dan dat je het gewoon aangaat, eigen verantwoordelijkheid neemt en het niet als excuus gebruikt. Dat is het ergste wat we kunnen doen en dat is hetgene wat ik het vaak zie gebeuren. Lekker in die slachtofferrol kruipen. Het gaat gewoon even niet nu, want. Het gaat niet, want. En mijn kinderen en mijn werk en ik voel me niet lekker en ik ben dit en ik ben dat. Dat zal allemaal wel, maar iedereen heeft zijn struggles. Dat is het leven. En het gaat er juist om het moment dat jij wil veranderen, dat jij verantwoordelijkheid pakt voor jouw struggles. Kijk wat jij daarin kunt doen. Wat kun jij controleren? En controleer dat. Hetgene wat ik nu net benoem, 1 en 2 hangen ook helemaal met elkaar samen. Echt, die slachtofferrol is echt het ergste wat je jezelf kunt aandoen. Ga niet voor het korte termijn geluk, maar ga echt voor die lange termijn. Want wie hou je voor de gek? Uiteindelijk moet je er toch weer mee dealen. En als je het voor de tweede keer weer oppakt, voelt het nog zwaarder. Dan kun je maar beter gewoon doorgaan en jezelf gewoon als uitdaging zien, zie je het als uitdaging. Wauw, als ik het in deze situatie kan, dan kan ik het altijd. En weet je hoe vet lekker dat voelt als je jezelf bewijst dat je dat kunt. Ook in moeilijke tijden dat het je gewoon lukt, ook al heb je het druk, ook al ervaar je stress. Hè, ik wil niet zeggen dat stress er niet mag zijn, dat mag er zeker zijn. Ik ken ook stress, absoluut. Maar dat wil niet zeggen dat je het als excuus moet gebruiken om niet door te zetten, om niet die dingetjes te doen die goed voor jou zijn. Waarvan je weet dat je uiteindelijk resultaat gaat behalen. En waarvan je weet dat je uiteindelijk dus 10, misschien wel 100 keer beter gaat voelen. Focus op dat eindresultaat. Focus op jezelf. Ja, die zin. The mind. The body can achieve what the mind can believe. Dat is het volgens mij. Hè? The body can achieve what the mind can believe. Die uitspraak vind ik zo krachtig. Want jij kunt bereiken met jouw gewicht wat jij wil bereiken. Maar dan moet je het wel hier. Ten eerste moet je erin geloven. Je moet er positief in staan. En ten tweede moet je actie ondernemen om daar te komen. En niet steeds teruggrijpen naar dingen die gebeuren. Oké, je bent een keertje ziek. Dat is heftig. Maar dat wil niet zeggen dat ineens niets meer gaat. Dan doe je de dingen die je kunt doen binnen die situatie. Die controleer je. En dan laat je het voor de rest los wat je niet in de hand hebt. Op het moment dat je je weer beter voelt, pak je het weer volledig op. Meer dan dat kun je niet doen. Maar dan heb je wel de juiste keuze gemaakt in die situatie. En gebruik je het ziek zijn of relatiestress of werkstress niet als excuus om er maar niet mee te hoeven dealen. Oké, dus nu wil ik heel graag dit gezegd hebbende. Iedereen die nu dit kijkt, oproepen om alsjeblieft te reageren. Ook nogmaals degene waar ik niet zo vaak iets van hoor. Alsjeblieft reageer. Reageer onder deze video. En vertel mij wat jij jezelf gaat beloven deze week. Wat jij gaat doen. Zit jij misschien in een slachtofferrol? Gebruik jij misschien een bepaald excuus om maar niet aan jezelf te hoeven werken nu? Deel dat. Durf dat te delen. Durf die openheid ook te tonen. Want doordat je het deelt, ga je het ook aan. En als je het aangaat, wordt het alleen maar lichter. En geloof me, dat zeg ik uit ervaring. Dus doe dat alsjeblieft. Neem die verantwoordelijkheid. Stap uit die slachtofferrol. Deel met mij wat er op dit moment met jou speelt. En deel ook hoe je dat anders gaat aanpakken. Conclusie. Hoe je het resultaat gaat bereiken dat je graag wil bereiken. Oké, dat wil ik vandaag met jullie delen. Daarmee wil ik jullie inspireren. Ik hoop dat dit gelukt is. Zie het niet als een aanval. Maar zie het echt als een inspiratie om dingen anders aan te pakken. Zie het echt zo. Want dit, op het moment dat je dit doet, gaat dit heel veel teweeg brengen. Oké, ik zie super graag jullie reacties tegemoet. Alsjeblieft, reageer met heel veel. Niet alleen degene die ik altijd hoor. Reageer, alsjeblieft.
Dan kan ik je veel beter helpen. En dan zorg jij dat jij een soort van rekenschap aflegt. Dan heb je een extra stok achter de deur ook. Dat werkt echt heel goed. Fijne avond. Doei.